Misschien lopen we per ongeluk 3 afleveringen achter. Welkom bij Mannen Lezen de Vrouw. Nu moet ik nog kijken welk nummer het is ook. Je hebt nummer 6, je hebt nummer 4 en je hebt nummer 5. Deze is het. Deze twee komen volgende keer. Mocht ik het nog niet gezegd hebben, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Mannen Lezen de Vrouw. Maar de vrouw heet nu Zomer, want het is zomer. Dit is nummer 4. Wat betekent dat we op de helft zijn van die vreselijke 8 weken dat dit dagblad opeens Zomer heet in plaats van de vrouw. Op de voorkant staat een citaat van Peter Heerschop, waarin hij zegt: "Kijkend naar wielrennen zit diep in mij." Ik vraag me altijd af waarom ze letterlijk bij de vrouw de meest nietsboeiende mensen op de voorpagina zetten. Ik dacht opeens hieraan. Ik heb een keer op de achterkant van het NE's gestaan. Met mijn koppie. En dat ben ik. Dus dat is het voordeel. Ik sta ook wel eens. Ik ben ook die Nederlander die gewoon interessant is. Waarvan iedereen gewoon wil weten dat de naam Jesse Klaver op school niemand iets zegt. Zoek het op internet. Zoek op internet op. De naam Jesse Klaver zegt op school niemand iets. Harmen. En je vindt het. Echt, als die mensen, de redactie van de vrouwen van de zomer, nu kijken, die denken: oh fijn, die jongen maakt reclame voor ons blad. En dan ben ik het ND aan het pluggen in dezelfde video. Dit blad gaat over vrijwilligers onbetaalbaar. En dat is vrij logisch, want vrijwilligers betaal je nooit. Dus vrijwilligers zijn altijd onbetaalbaar. Want als je een vrijwilliger betaalt, is het geen vrijwilliger meer. Oh jongens, we zijn de feitjes vergeten. De feitjes waarom jullie altijd alleen het begin van Mannen Lezen de Vrouw kijken. Omdat ik dan 3 nutteloze feitjes die op de intropagina van de vrouw staan, ga voorlezen. Zoals 1400 verschillende bacteriën wonen er gemiddeld in een... Feitjes over bacteriën en kakkerlakken. Stel, ik zou dit blad gewoon nooit lezen, hè. En dan sla ik gewoon op een dag dit blad over van: oh, ik heb toch vandaag niks te doen. En dan zie je feitjes over bacteriën en kakkerlakken. En denk je: oké, weg ermee. Er staat dan echt in een van de eerste pagina's altijd het meest nietszeggende interview met de meest bekende Nederlanders waar ik nog nooit van gehoord heb. Dus die skip ik altijd. Want ze zijn zo ongelooflijk saai. Dan staan er pagina 14 en 15 altijd compleet vol met reclame. Een beetje alsof ik zou zeggen van: jongens, als jullie 2 minuten van mijn video kijken, komt er een reclame van 1,5 minuut. Dat doe je ook gewoon niet. Dan staat er meestal nog best wel een heftige column hier over iemand die iemand heeft verloren of meerdere mensen heeft verloren. Die lees ik eigenlijk nooit, want ik vind dat eigenlijk iets te heftig. Dus daar mag je geen grapjes over maken. En ik ben op dit moment... Mannen Lezen de Vrouw is een comedy-serie. En daarin bedoel ik dat je soms iemand een beetje kan beledigen, maar dat je het nooit tegen iemand hebt, maar dat je het gewoon doet om de video grappig te maken en niet om die mensen echt te raken. Maar op dit soort punten ligt het net altijd een beetje gevoelig. Echte cabaretiers of mensen met zo'n satirisch programma zoals Arjen Lubach vegen met iedereen de vloer aan. En die maken over de meest politieke moorden en zo gewoon grapjes. Ik durf dat net nog niet aan, dus die pagina sla ik altijd over. Dan heb je weer de column van Maaike Timmermans. Eigenlijk las ik die nooit, maar eigenlijk is die altijd best wel grappig. Want er staat dan: Maaike Timmermans is presentatrice van Omroep WNL en bekend van het programma Goedemorgen Nederland. Wat houdt haar bezig? En dan denk ik als eerste: ja, oké, prima. Prima dat zij werkt voor Omroep Nederland of WNL. Allemaal prima, maar waarom moeten wij als lezers weten wat haar bezighoudt? Dat is eigenlijk bij een column is dat altijd zo. Je schrijft op van: nou, in het dagelijks leven loop ik hier wel eigenlijk per se tegenaan en zo. En dan denk ik van: oké, en dat plaats je in een blad. Ja, moet het gewoon opgevuld worden of zo? Dus we gaan hem ook niet lezen.
Kijk, je merkt in de zomer dat er weer bepaalde patronen in zitten, die komen altijd terug. Je hebt altijd de column van Maaike Timmermans en die van Gerard Cox. Die van Gerard Cox, dan gaan we altijd keihard lachen en een beeldje van en een stuk van een lied wat hij gezongen heeft in beeld brengen. En dan zo is het daar grapjes over maken en zo. Die van Maaike Timmermans negeren we meestal, of besteden we 3 seconden aan. En dan heb je nog altijd de burgemeester van een bepaalde stad die vertelt waarom zijn stad geweldig is. De vorige keer behandelden we bij de leukste Nederlandse steden onterecht Antwerpen. Vandaag een nieuwe kanshebber. Leiden. We willen dan weten wat is het leukste van Leiden. En wat blijkbaar het leukste van Leiden is, is het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum. Dat is een beetje hetzelfde als dat je zegt, nou, het leukste aan Den Helder vind ik wel de hunebedden. Dat kan gewoon niet. Dus nu ben ik boos, dus we slaan hem nu over. Dan, ik ga alvast zo staan. Misschien weten de meeste kijkers al, maar hier komt nu een liedje van Game of Thrones. Ik vind het maar een hoop gek doenerij. Ja, en iedereen doet of dit heel goed. Oké, het is wel genoeg zo. We gaan het namelijk hebben over Gerard Cox. Want hij is acteur, cabaretier, zanger, regisseur en nu ook nog columnist. En hij neemt een bepaald geen blad voor de mond. En de titel is Val in het ravijn. Val in het ravijn. Jongen, zeg, dat kan je gewoon niet maken. En dan heb je nog altijd het korte verhaal. Dat is vaak een verhaal van 8 pagina's, wat letterlijk een 1/10 van het hele blad vormt. Maar we noemen het altijd het kort verhaal, omdat je ook wel eens een lang verhaal had. Toen zag het hele dagblad er zo dik uit. Dat was het lang verhaal. Dus daarom is dit nu het kort verhaal. En dan staat er altijd 1 citaat uit het verhaal op de pagina. Waardoor je moet denken van dit verhaal moet ik lezen. En nu is dat citaat. Hij heeft een of ander raar voorwerp bij Wekamp besteld. Het lijkt wel een boerka. Jongens, wat moet ik hier nou mee? Waarschijnlijk was het een bivakmuts. Oké, dan behandelen we weer de reisrubriek. En het gaat over de hoofdstad van Overijssel. Wat is de hoofdstad van Overijssel? Laat het nu achter in de comments. Jullie wisten het natuurlijk allemaal. De hoofdstad van Overijssel is Zwolle. En Zwolle is toevallig een Hanzestad. Ik heb geen idee wat dat inhoudt, maar ik heb nog steeds geen idee eigenlijk. En daar kan je dus overnachten in een hotel. En dan heb je inbegrepen een beetje een soort all-inclusive 2 overnachtingen in een reguliere kamer. Wat is dan een niet-reguliere kamer? Slaap je dan in de varkensstal of zo? Dan heb je ook inbegrepen 2 keer Bilderberg ontbijt. Ik heb normaal al moeite met het opkrijgen van een ontbijt in een restaurant, hè. Maar als je dan ook nog een Bilderberg ontbijt krijgt, dat krijg ik nooit op. Verder ingegrepen 1 toegang fundatie. Fundatie. Ik wel een grapmaker voor fundering, maar volgens mij is dat iets anders. En een huisgemaakte lekkernij. En een omgevingskaart en informatie van Zwolle. Voor de mensen die er voor het eerst komen. Dan heb je nog de recensie van een plek waar een high tea kan je daar bestellen. En die heeft een 7 gekregen. Die plek dus gewoon een 7. Dat is mooi. Dat je net denkt van, het is niet dat 6 dat je denkt het is net goed. Maar het is ook niet die 8 dat je echt denkt van het is heel goed. Het is een 7. Het zit er gewoon tussen die 6 en die 8 in. En dan de pluspunten ervan zijn, als je van taart houdt ben je aan het goede adres. Ja, dat hoort meestal volgens mij bij een high tea zo. Maar daar kan ik me in vergissen. Nog een pluspunt. Alles is zelf gemaakt. Tot de bonbons aan toe. Nou, leuk. Nog een pluspunt. De meeste mensen zitten binnen, dus er is altijd plek op het terras. Dan moet ik denken dat er toch iets mis is met dat terras, waarom mensen altijd daar binnen gaan zitten, snap je? En dan heb je ook nog de minpunten. Die zijn altijd veel leuker dan de pluspunten. Het terras mag wat worden opgeleukt. Vandaar dat iedereen altijd binnen zit. Duidelijk toch? En een all-you-can-eat concept rijmt wat moeilijk met een high tea. Nou, prima. En zoet is er genoeg. Qua hartigheid is de keuze beperkt. Dat heb je als je alles zelf maakt. Tja. En dan heb je nog altijd de rubriek van welk boek neem je mee op vakantie? Nou, daar heb ik wel een goed idee voor. Als je op vakantie gaat, zou ik altijd de Grijze Jager serie meenemen. Ik heb ze zelf allemaal.
En dat is zeker altijd de moeite waard geweest. Ik lees dus ongeveer een boek van 400 pagina's in anderhalve dag. En dan is het wel handig als je zo'n hele serie meeneemt. Dit is het eerste boek. Deze raad ik altijd iedereen aan die altijd zegt, ja, lezen is echt niks voor mij. Want het is echt, dit boek, dit begint al prima. Dit begint met een zin, ik weet het zelf niet eens. Margaret, heerser over de bergen van Macht en Ontein. Voorheen baron van Gorlan in het Rijk van Arluin. Keek uit over zijn faal en druilerig termijn. Hij is echt superleuk. Ik heb van deze sowieso genoten. En toen heb ik de rest van alle 14 delen gekocht. En hierachter staat nog de serie. Die heeft hij zelf ook geschreven. Dus ik heb echt alles gelezen op dit moment bijna. Dus als je echt een kind bent tussen de 10 en 18 of zo, dan vind je dit geweldig waarschijnlijk. En dat was alweer de aflevering van Mannen lezen de vrouw. Ik hoop heel erg dat jullie genoten hebben van deze aflevering. En ik hoop dat jullie het leuk vinden dat dit vanaf nu ook de vaste woensdagserie is. Dus elke woensdag kunnen jullie op mijn kanaal Mannen lezen de vrouwen verwachten. En over 4 weken heet wat nu de zomer heet weer de vrouw. En dan wordt het weer echt leuk, want dat blad is net iets leuker dan dit blad, want dit is een samenwerking van de vrouw. En dan zie ik jullie hopelijk weer allemaal bij de volgende aflevering van Mannen lezen de vrouw. En vanaf nu fijn weekend alvast, want het is woensdag.